In principe heeft ieder lid dat naar de club komt gereserveerd. En dan gaan we ervan uit dat de mensen ook de triagevragen beantwoord hebben. We hebben hier dan nog een korte reminder van de regels. Als je ziet een lege tennishal. Maar gelukkig vanaf 1 juli mogen weer mensen ook binnen ontvangen voor te sporten. Straks mag er ook weer gesquashed worden. En omdat we natuurlijk voor de fitness meer ruimte gecreëerd hebben, zodat we alle materialen en apparaten kunnen gebruiken, hebben we tijdelijk op deze twee squashbanen wat extra fitnessruimte gecreëerd. We hebben de apparatuur allemaal zover verplaatst dat iedereen minimaal 1,5 meter ruimte heeft om zijn oefeningen te kunnen doen. Er is ook voldoende ruimte voor iedereen. En we zorgen voor extra desinfectiemiddel, zodat iedereen ook de apparatuur schoon kan maken. En uiteraard doen we zelf dat ook extra. Want van schoonmaken word je ook sterk. Precies, het is ook een workout. Normaal gesproken kunnen hier 32 leden trainen. En nu hebben we met behulp van de stippen aangegeven dat er 16 mensen kunnen trainen. Sauna en stoombad mogen we gelukkig weer gebruiken vanaf 1 juli. Uiteraard houden we rekening mee dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. En het zwembad dat mochten we al enkele weken gebruiken zoals je ziet. Come on, let's push. Come on, here we go. Resistance. Zoals je ziet hebben we ook een buitenstudio gecreëerd. En dat bevalt ons zo goed dat we dat blijven doen. Dus corona heeft uiteindelijk ook weer positieve ideeën opgeleverd. Got it.